Dit is Mika. Hij is 8 jaar geleden uit Siberië naar Nederland verhuisd, onder andere vanwege de hatelijke sfeer tegen de LHBTQ+ community. In Eindhoven voelt hij zich nu zo op zijn gemak dat hij in drag naar buiten durft. Wat vinden jullie van de outfit hier? Ja, mooi. Prachtig. Ja, bedankt. Ja, om zo gewoon elke dag buiten te lopen, nee. Nee. Celestial ritual number 1. Free your spirit. Mika treedt professioneel op als drag queen. Het heeft op hem een therapeutisch effect. Drag, je verkleden als het andere geslacht, heeft op Mika een heilzaam en therapeutisch effect. I like drag because I think it helps me to bring another side of me, to also get in touch with my emotions a little bit. I've been like in therapy for the past year or so, trying to sort of more dig into like me growing up in this like homophobic environment in the past. I mean, growing up in Russia, no, I would not say that like it was necessarily safe to express yourself, in a sense that, yeah, you could do whatever you want within the comfort of your house or your bedroom, but the minute you step on the street, I think there is always like a risk. Kleine dingen die hier in Nederland al lang normaal worden gevonden, zoals sieraden of een afwijkende kledingstijl, leveren je in Siberië grote problemen op. For example, I was also wearing a piercing in my eyebrow, and it like people were very like reacting very strongly to it. They would try and sometimes hold me at school and try to pull it. Zelf is hij gelukkig nooit in elkaar geslagen, hoewel dat wel andere mensen gebeurt. It was always feeling like very uncomfortable. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is de situatie voor de Russische gemeenschap zelfs verslechterd. Mensen met een andere geaardheid, zoals Mika, kunnen zelfs een jarenlange celstraf krijgen. The fact that you cannot even talk about it nowadays freely is horrible. And I mean, even at my time it was allowed. So I can't even imagine how people feel right now. Probably very, yeah, looking behind their backs all the time, like what can happen. So yeah, we're back in time, I guess. Hoewel het al een stuk beter is dan in Siberië, werkt Mika ook in 040 aan de emancipatie van de queer community. Sometimes I feel a little bit uneasy coming out of the drag show on the street, and I always have it in the back of my mind that the street has to be lit. People need to know where I am. I'm sharing my location. And yeah, I've heard sometimes like people screaming something negative, of course. Well, usually they're screaming like homo, they're catcalling, they're whistling. But I'm trying to turn negative into positive. I have my hopes not just for the drag community, but also for the queer community, that will continue being as visible as we are today, that we will get more and more opportunities to be part of bigger events in Eindhoven and not just be limited to Pride. And yeah, I think I have a very positive outlook for the future. Of ze op de Heeserweg ook klaar zijn voor meer drag op straat, dat is nog even afwachten. Ik hou van heel gewoon. Dus niet allemaal veranderen en overdrijven. En nee, dat hoeft voor mij niet.